Tijdens Indoor Brabant werd het nieuwe Rabo Talententeam van 2014 voorgesteld aan het grote publiek. En dit zijn ze dan, de geselecteerde, veelbelovende ruiters voor het komende jaar. Ik heb tot nu toe in alle kaders gezeten, van de ponies tot U25. En dit was altijd wel iets waarvan ik dacht dat zou wel de slagroom op de taart zijn. En nu is het gelukt. Ik vind het een hele eer dat ze mij hiervoor hebben gekozen. Dus ja, blijer kan ik niet zijn. Ja, er worden 11 talenten uitgekozen van Nederland. En daar gaan nu voor je deuren open. Dit jaar is er voor het eerst een para-dressuurruiter in het talententeam opgenomen. Het wordt steeds meer geïntegreerd met de reguliere sport. En dat is ook wel belangrijk als je het naar een hoger niveau wilt tillen. Dus ik denk dat dit een hele goede stap is. Sowieso kunnen we veel van elkaar leren, de ervaringen. En daarnaast krijg je ook een stukje PR. Dus het kan altijd jezelf in een goede richting helpen. Deel uitmaken van het talententeam is een mooie stap in hun carrière. Het creëert nieuwe kansen en biedt ondersteuning waar gewenst. Als je een goede prestatie wil leveren, moet alles perfect zijn. En dan moet je zo breed mogelijk de dingen pakken. En wat je zwakke punten zijn, dat wil je natuurlijk verbeteren. En de punten waar je al goed in bent, dat moet je onderhouden. Ik wil graag de mediatraining volgen. De tips voor de sponsoring en de tips voor het paardenmanagement, want de stal die komt behoorlijk op mijn schouders te liggen nu. Ik wil sowieso iets met mediatraining doen. Dat is toch belangrijk voor eigenaren, sponsoren en dat soort dingen. En ook fysieke training. Het mentale vlak, daar kan ik nog wel heel veel in verbeteren. En daarnaast ook een stukje voeding van het paard. Hoe bouw je dat op richting een wedstrijd? Waar moet je rekening mee houden? Maar ook van jezelf. Het paard is natuurlijk de hoofdmoot waar je eigenlijk aan denkt, maar je moet jezelf niet vergeten. Dus je bent zelf net zo goed een topsporter, dus daarin is voeding ook heel belangrijk. Het komende jaar staat er veel op het programma. Het wordt een spannende, maar ook leuke tijd. Ik ken de dressuur Amazones ken ik eigenlijk al vanaf onze juniorentijd, dus dat is heel gezellig. Ja, het is gewoon een superleuke groep met alleen maar getalenteerde ruiters en Amazones, dus we krijgen een leuk jaar tegemoet. We hebben wel een planning gemaakt en ik wil wat mijn doel op dit moment is een goede prestatie te leveren op het NK in Mierlo voor de jongrijders. En een goede teamplek te bemachtigen voor het EK voor de jongrijders dit jaar. Ik ga alle pijlen richten op het WK dit jaar en daar een startplek te bemachtigen. En dan probeer ik ook een mooie prestatie neer te zetten. Dus dat is eigenlijk mijn doel voor dit jaar. Wat ga jij ervoor doen om Rabotalent van het jaar te worden? Heel hard werken. En hopelijk hele goede prestaties neerzetten. Zodat iedereen op jou gaat stemmen? Ja, dat ga ik proberen.